Als u uw droomhuis hebt gevonden, dan wilt u er natuurlijk zo lang mogelijk in blijven wonen. Maar is uw huis daar wel geschikt voor wanneer u ouder bent en minder goed ter been? In Binnenkijken Bij bezoeken we mensen die hun huis al hebben aangepast voor later. Ria Grootonk en haar man vonden hun droomhuis in de buurt van Zwolle. Nou, en dit plekje kennen we gewoon van de fietsen. We kwamen hier gewoon vaak voorbij. En toen was het opeens te koop. En nou, eigenlijk was het ook binnen een week bekeken. Ja, lekker buitenaf. Alle vrijheid, rust, uitzicht. Je hebt hier heel veel weer. Je hebt storm en de mist en de regen. Ja, de sneeuw, gladheid. Je ervaart eigenlijk het weer veel meer dan wanneer je in de stad woont. Maar het is vooral de gezelligheid van het buurtje wat we hier samen hebben. Je woont niet echt alleen achteraf, maar we vormen echt een groepje met 4, 5 huizen. Dat is gewoon prettig. Toen we het kochten, viel me dat meteen wel op dat er geen drempels in waren. En dat vond ik meteen heel erg mooi. Het is geen eens een heel groot huis, maar door het drempeloos is, wordt de ene ruimte wel met de andere verbonden. En dat vind ik wel echt heel erg mooi, dus daar ben ik ook wel blij mee dat het zo is. En inderdaad, als je dan wat beperkingen hebt, is het wel fijn dat je geen drempels hebt. Dit is gebouwd echt als oudere kamer, dus een slaapkamer waar het echtpaar wat hiervoor woonde ook sliep, met een badkamer ernaast. Maar we vonden het fijner om boven te slapen. Dus deze kamer is eerst door onze dochter bewoond en daarna door onze zoon, maar ze zijn beide uit huis. Het is misschien wel leuk om gasten te ontvangen, er komen heel veel fietsers en wandelaars hier langs. Maar dat is iets waar we nog over moeten hebben. En die badkamer die was inmiddels al bijna 20 jaar oud. En die was ook echt op. Er was echt zo'n inbouw, zo'n douchecel met die deurtjes die een beetje op bleven staan. Dus dat moest er gewoon uit. Ja, we zeiden al, weet je wat, dan maken we het gewoon meteen mooi strak en glad. En dan is het in principe ook te gebruiken als badkamer voor als we echt slechte benen zijn en de trap niet meer op kunnen. Dus we hebben dat, als je dan toch gaat verbouwen, hebben we dat meteen maar gedaan. Wat we gedaan hebben is inderdaad dat je een inloopdouche hebt, dus niet zo'n douchecabine. En wat we tijdens de vakantie in Italië zagen, dat je dan de douchekraan niet onder de douche hebt, maar even een metertje ervoor. Dus als je echt in de problemen bent en je moet op een krukje zitten en afgedoucht worden, dan blijft degene die je dan doucht wel lekker droog. Dat hebben we gezien. En als tweede voordeel daarvan is ook dat die kraan lekker droog blijft, dat die niet voortdurend onder de kalkaanslag komt. Het is op zich dicht bij Hasselt, over bij de fiets 3,5 kilometer. En via die weg kun je heel mooi naar Zwolle gaan. Nee, je kunt hier heel goed wonen. We hebben nu een auto, we hebben fietsen. Maar in principe is het mogelijk later met de scootmobiel naar Hasselt te rijden. Je ziet het ook heel veel gebeuren. Hoor. Mensen die hier met de scootmobiel voorbij komen om even te kijken, even te zitten. Waarom zou je weggaan? Het is gewoon makkelijk wonen. Als je wat nodig hebt, dan ben je ook dichtbij wat je allemaal wilt. Ik vind het zo'n raar onderwerp, ouder worden, maar daar zie ik geen probleem mee. Nee. Het idee om in een stad te willen wonen, want er is alle hulp dichtbij, dat is maar betrekkelijk. Ik bedoel, zolang je internet hebt, stroom hebt, heb je natuurlijk wel nodig. Hè? En de verwarming die het doet. En buren die ook meehelpen, meedenken, dat is natuurlijk ook van belang.